Axel van de Stripbib. We gaan weer informatie opdoen over strips. Daarvoor schakelen wij over naar Axel Depuyt, de stripkenner uit de streek. Dag Axel. Dag Paul. Vandaag gaan we het hebben over Israël. En spijtig genoeg is de geschiedenis van Israël gedrenkt in oorlog en bloed. We bevinden ons voor de volgende strip in de Gazastrook in 1956. De strip heet toepasselijk Gaza 1956. En het is een strip van Joe Sacco. En Joe Sacco zijn we in de strippraatjes al verschillende keren tegengekomen. Klopt. Het is het Suezconflict, dus wie heeft de controle over het Suezkanaal, dat zich op dat moment in Egypte bevindt. Er is een oorlog op dat moment en in de stad Rafah, die zich op de grens van de Sinaïwoestijn en de Gazastrook bevindt, is er ergens begin november een bloedbad. 111 Palestijnen, dorpsbewoners en vluchtelingen worden gedood door het Israëlische leger. Tot op vandaag is de ware toedracht van de feiten niet geheel duidelijk. Is het een koelbloedige massamoord? Is het een tragische vergissing? Ging het om losgeslagen soldaten? Niemand die het eigenlijk weet. En Joe Sacco heeft in deze strip gedaan wat hij altijd doet, namelijk zijn onderwerp benaderen alsof hij een journalist is, alsof hij een documentaire maakt over het onderwerp. En hij is gaan spreken met getuigen die er meer dan 60 jaar geleden bij waren. De volgende strip heet Vermist. Het is in de reeks strips die ik voorstel de enige eigenlijk zonder politieke lading. En dat zegt iets over het land en het conflict dat daar heerst. Je kan in Israël, alles is gekoppeld aan de politiek. Het is geen land zoals een ander. Ook hier begint het verhaal met een zelfmoordaanslag, waarbij de vader van het hoofdpersonage verdwijnt. Ze hebben al heel lang geen contact meer, maar de man gaat toch op zoek naar zijn vader. Wat is er juist gebeurd? En je krijgt een goed beeld van de hedendaagse Israëlische maatschappij. En de laatste strip, die heet De Muur. En dat slaat op de scheidingsmuur die Israël een aantal jaar geleden is beginnen bouwen tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Volgens Israël om zich te beschermen tegen aanslagen. Volgens de Palestijnen werd er op die manier weer veel land en grond afgenomen. Wordt het economisch bijna onmogelijk voor hen te overleven. En zo gaat dat conflict tussen Israël en de Palestijnen maar verder en verder. Door strips te lezen kun je natuurlijk dingen veel beter begrijpen ook, hè? Ja, dat is wat voor mij strips zo interessant maakt. Het is het geknipte medium om de geschiedenis of de actualiteit te begrijpen, om vreemde culturen te begrijpen, om verre landen te bereizen, terwijl je eigenlijk een spannend of een ontspannend fictief verhaal leest. En je dus eigenlijk op een heel laagdrempelige manier al die kennis opdoet. Ja, eigenlijk is het makkelijker dan een film maken eigenlijk. Het is ook goedkoper op zich, hè? Want je kunt er alles bij tekenen waar je aan denkt als tekenaar, hè? Het is in die zin een heel goedkoop medium, dat klopt. Ja, interessant. Ik denk dat ik wel eens een stripverhaal kom halen over Israël bij jullie. Bedankt voor het strippraatje vandaag. En luisteraars weten het, ze zijn altijd welkom in de Stripbib. En ze kunnen ook alles nalezen op de Facebookpagina van de Stripbib van Meissen. Axel, ik wens je een fijne week toe en bedankt voor al die informatie over Israël vandaag. Dit was Axel van de Stripbib. De Stripbib Meissen vind je aan de Brusselse Steenweg 44.